Je moet gaan proeven, hè? Dan krijgen we een lekker gebakken tongetje. Als het maar geen oesters zijn. Hoopt u dat? Een gebakken tongetje, joh. En wat moedig zijn. Hoe moeten we dit eten? En moet je dit eraf... Waarom moeten jullie lachen? Ik zou niet weten wat er is. U kijkt er niet heel vrolijk bij. Nee, er zit zalm in. De uitdrukking wat een boer niet kent, de fritten niet. Nou, dat slaat op mij als ik het niet ken. Zit er rijst in? Dat was mijn sushi. Dit zijn sushi's. Sushi. Ik heb er geen behoefte om hier gewoon te eten, blijkt dat. Wie weet wat ik... Hij moet wel wat proeven. Maar de kinderen zijn er gek mee. Doop je dat even in? Ja. Weten jullie waar het van gemaakt is, sushi? Gaan malen? Dan moet er en dan hap je een stuk eraf. Nee, dat doe ik niet zo. Kom nou. En het rooier is een radijs, denk ik. Niet zo kinderachtig. Is dat radijs? Nee, is geen radijs. Nou, dat lust ik wel. Ik vind het wel lekker. Ik vind het helemaal niet lekker en dat vind ik taai. Ik vind dit wel lekker, ja. Het zit geen smaak van. Je moet meer recht toe, recht aan hebben. Vind je het lekker? Ja, wel. Nee. Het zijn net aardappels. Oh, dat vind je niet lekker? Nee. Dat zelf je wel, maar voor de rest zit er geen smaak aan. Nee, hè? Of wel? Ja, ik lust het wel. Ja, maar er zit geen smaak aan. Jawel. Weten jullie waar het oorspronkelijk vandaan komt, sushi? Japan. 1000 punten. Ja. Hoe vind je dat? Het is sushi. Ja. Hoe? Sushi. Een sausje erbij is wel lekker. Ja. Dat maakt het juist een beetje... Ja. Beetje pittiger. Wat daar omheen zit, dat is zeewier. Ja. Zeewier? Ja. Een beetje taai. Ja, dat klopt wel, ja. Daar moet je van houden. Ja, maar daar kan ik niet komen, hè. Ik vond eigenlijk geen smaak aan. Ah, je hebt het amper geproefd. Nee, ik... Maar kijk dan even. Wat voor cijfers zouden jullie dit geven? Nou, toch wel een 7. Ik krijg een 7. Een 7. Nou, toch wel een 7 vind ik. 7'tje? Nou, die mag van mij ook wel een 7 hebben. Een 6'tje. 6'tje, je bent nog een beetje kritisch tot nu toe, hè? Ja, dat zijn ze wel mee wel gewend.